En dan tussendoor Cavendish. Dat moet hem dan worden. Daar is Terkele. En daar is de voorsprong. Welkom allemaal bij ondertussen de 13e aflevering van TN Pot Bene. In een speciale, misschien wel een symbolische. Je bent de 13e gast, Tom Pietermaat. Dat is een leuk getal. Ja, absoluut. Waarvoor dank. Kan uiteraard geen toeval zijn. Nee, ik heb echt speciaal gewacht. Dat dacht ik wel. Dus dank u, Luther, dank u. Jouw voorstel heeft eigenlijk weinig zin. Ik denk dat de meeste luisteraars wel weten wie je bent. Ik zal het toch nog even zeggen. De Gattuso van het Kiel. Is dat een goede omschrijving? Ja, absoluut. Daar kan ik wel mee leven. In ieder geval de mensen die enkel de laatste 2 jaar zijn komen zien, die zullen nog niet echt weten wie dat ik ben. Maar voor de anderen zal dat wel geen verrassing zijn. Maar ik heb Gattuso een paar keer gehoord. Verratti zo op training wel eens passeren. Kanté, omdat allemaal zo wel iets kleinere verdedigende middenvelders zijn. Ja, Kanté is inderdaad wel jouw lichaamsvaardigheid. Ik kan wel absoluut leven als je mij Gattuso van het Kiel noemt, ja. Ja. Zolang het niet Gattuso van den Aldi is. Ja, dat wordt ook al wel eens gezegd. Dat komt er ook al wel eens uit. We gaan er meteen gewoon invliegen. Hè. Ik heb een aantal vragen van fans. Ja. Of van andere mensen. Ik ga ze gewoon stellen. De eerste is, als je iemand van een andere 1B-ploeg zou mogen transfereren, wie zou het dan zijn? Maar dat is wel een moeilijke, vind ik. Ja, laat me even denken dan. Alhoewel, misschien zelfs niet denken. Dan ga ik misschien wel voor Tabeko van... Van Tabeko van Union of La Poussin van Virton. Snelle mannen. Ja, ik zie dat type gewoon graag. Snelle mannen met een directe actie, die graag die achterlijn zoeken, die iets kunnen forceren offensief. Ja, ik verkeerd als Tabeko is degene die de actie maakt tegendoelpunt scoort. Die Joren Dom onder de grond wilt stoppen en dan zelf onder de grond gestopt wordt. Ik had met Joren het erover erachter en dan zei ook van dat het wel... Hij wou hem wel degelijk neerleggen. Ik heb het nog 100 keer gezien. Ik begrijp wel wat Joren, wat hij ook zei. Hij zei van, kijk, ik wil hem neerhalen. Maar het ding is, als ik hem te brusk ga neerhalen, dan kan het zijn dat hij rood trekt. En dat moest ik ook vermijden. Ja. Dus hij wou hem met een lichte fout neerhalen. Maar Tabeko is gewoon zo sterk. Ja, als je dan effectief hem volledig moet gaan neerhalen, dan moet je al gaan oppassen dat het geen rode kaart wordt. Dus ik kan hem absoluut begrijpen wat dat hem daarin... Dat is daarin iets wat mensen die op de 6 spelen, zoals jij onder andere... Zo toch wel iets dat af en toe... Het is toch een moeilijke afweging vaak. Het is toch iets dat je niet begrijpt als je op een andere positie speelt. Omdat je die mentaliteit moet juist goed zijn. Het is soms eens denken van afwegen. Is het waard om hem daar neer te halen? Om eventueel daar al een gele kaart voor te gaan trekken. Alleen een gele kaart te gaan krijgen. Want natuurlijk zeg je gehypothekeerd voor de rest van de wedstrijd. Hè? Ja. Dus doe je het vroeg in de wedstrijd, ja, dat is mogelijk. Maar dan moet het echt wel de moeite waard zijn, zal ik zeggen, om het te doen. Op Virton had ik dat. Ja. Had jij ook een kaart gepakt? Ja. En dan dacht ik, shit, dat was wat vroeg. Oké, ik weet wel van... Ik weet van mijn eigen dat ik geen rood ga krijgen. Ook niet omdat ik er verstandig genoeg in ben, maar... Toch een paar keer gesolliciteerd, hè? Een paar keer dat het misschien net op het randje... Natuurlijk was er altijd het theater van Virton dat erbij kwam. Zo was er ook de fout bij de vrije trap, wat voor mij absoluut geen fout was. Maar bon, als je ze dan gaat optellen, de fouten, dan begint het natuurlijk wel wat te tellen. We gaan het een beetje over Virton hebben, ook over de scheidsrechter. Maar wat ik wel al wil zeggen, voor mij floot de scheidsrechter tot het bewuste incident eigenlijk geen slechte wedstrijd. Nee, dat gevoel had ik ook niet. Alleen hetgeen wat mij wel stoort aan de scheidsrechter is dat hij niet open stond voor communicatie. Ik vind het belangrijk dat een scheidsrechter natuurlijk, hè? 19 zich jaar. Niet... We waren ermee aan het lachen aan tafel ook. Ik zei dat tegen... Frey Frans zei van... wat me stoort aan de scheidsrechter was dat hij kijkt boven u als je er tegen aan het praten werd. Ik zeg, voor mij is dat niet zo, is dat niet zo moeilijk dat hij boven mij kijkt. Maar als hij echt al boven Frey Frans begint te kijken, dan is het wel teken dat hij effectief... En dat stoorde mij er wel aan. Dat hij niet open stond voor communicatie. Voor de rest had hij alles goed in de hand, want het was wel degelijk een bitsige wedstrijd daar nu van. De tweede vraag die ik kreeg, vergelijk de kern van Beerschot in 1B... van de laatste 3 jaar eigenlijk, dit seizoen meegeteld, want 2 keer al finale gespeeld. Dit jaar ziet het er naar uit dat dat niet het geval is, maar alles kan natuurlijk nog. Ja. Heb jij een gevoel dat er een groot verschil is in... Nee, niet zozeer. Natuurlijk, het eerste jaar in 1B gingen we verder op het elan van eerste amateur. Was het ook gewoon de kern die dat we in... Nou, hij is weer opgesprongen zeker. Ja, maar serieus. Was het ook de kern die dat we in eerste amateur grotendeels hadden? En dat zag je ook, hè, die eerste periode in 1B. Alles draaide. Alles draaide en de ploegen wisten niet goed van... Oei, wat moeten we hier tegen deze ploeg gaan doen? Tweede periode is iedereen zich gaan aanpassen aan ons. En daar hadden wij dan weer wat meer problemen mee.
vorig jaar het gelijke, hè. Een paar vervangingen wel. Hernan die dan gestopt was. Mo die minder aan spelen toekwam. Maar grotendeels nog het centrum zo wat gehouden met Van Ifte, met Jean van den Berg, ja, en Jimmy de Jonge dan. Ja, Gert-Jan de Metz, ook zo wat het Vlaamse type. Die gasten zo wat, Alex Maas dan. Wel, die gasten van het jaar ervoor allemaal wel gehouden, zal ik zeggen. En dat is toch wel belangrijk, had ik de indruk. En dan naar dit seizoen toe, veel jongens gaan halen die de reeks niet kennen. Dat is altijd een beetje afwachten natuurlijk wat dat gaat geven. Maar ook op dat vlak, we halen nu misschien maar 2 op 12, maar we mogen zeggen wat we willen, maar we doen er altijd gewoon mee voor de periode. Waanzinnig eigenlijk, hè? Ik denk dat dit het spannendste seizoen van 1B al ooit geweest is. In de reeks zit iedereen gewoon zo kort op elkaar en het zou heel dom en heel onnozel zijn om van de dak te gaan roepen dat we de periode gaan pakken, maar het zou ook heel dom en heel onnozel zijn om er gewoon niet volop in te geloven, want uiteindelijk, we pakken 2 op 12, maar we doen nog wel altijd mee voor die periode, dus... Ik werk als eindredacteur voor de krant en ik zie heel veel stukjes en zo'n typische zin is: iedereen kan van iedereen winnen. Ja. En we lachen altijd zo als mensen dat zeggen, want dat is altijd dat ze dat zeggen. Ja. Maar ik heb het gevoel dat hier iedereen van iedereen kan verliezen. In deze reeks is het effectief zo gewoon. Voor elke speeldag kun je wel zeggen van, ik denk die ploeg zullen wel winnen, want het zijn de betere ploegen, maar er zitten altijd verrassingen tussen. Lokeren ging voor de speeldag in mijn ogen altijd verliezen, dus die speelden 1-1 gelijk. Kansloos ten onder tegen Leuven en dat gebeurt dan weer niet. Het is zo'n bizarre competitie gewoon, en zolang dat je zelf een reeks kunt neerzetten van 1, 2, 3 wedstrijden, dan kun je een bonus pakken op de andere ploegen. Dat is momenteel niet gebeurd bij ons, dat hebben we in het begin van de periode even kunnen doen, maar nu niet, maar... Ik zeg, het zou dom zijn van ons om er niet in te blijven geloven, want mathematisch is alles gewoon nog mogelijk. Ik heb mij laten vertellen dat je af en toe al eens luistert naar de podcast. Ja, ben jij al ingewijd in de Beerschot-quiz of nog niet? Ik heb het wel hier en daar wel wat gevraagd, ja. Oké. Ja, er hebben al twee mensen meegedaan. Dave Peters, de commentator, en dan Sam van Geel. Ja, die van Sam Twitter, heb ik gehoord. Die van Sam heb ik zelf gehoord. Ook zo wat proberen mee te doen. Sam had 4 op 5. 4 op 5. Alleen het stadion, het was 12.749 of zo. Ik dacht ook aan 12.490, had ik gezegd. Ik dacht dat 12,5 was, maar oké. Het is, het is natuurlijk wel een beetje een discussie, maar hoeveel dat erin kunnen is... ik heb het gewoon van Wikipedia, dat was waar ik gekeken heb. Ik heb hem voor jou leuk en moeilijker, ietsje moeilijker gemaakt. We gaan beginnen met de eerste vraag. Het liedje van Tom Pietermaat kennen we, hè? Tom Pietermaat. Maar zonder te zingen, hoe vaak wordt jouw voornaam gebruikt in het liedje voor het opnieuw begint? Want en mag ik dat even uittellen of niet? Heel snel. Nu? 10. 10 is juist. Als je het zo vaak... als je het elke dag in de kleedkamer doet, ze toch om mij te pesten. Dus als je het zo vaak hoort op den duur, dan... Stref. Ken je de achternaam van Joske? Van Hout, uiteraard. Hoeveel doelpunten en assists heeft Holzhauser achter zijn naam staan? Je moet ze optellen en het is een symbolisch Beerschotgetal. 13. Hij heeft er 7 gemaakt en 6 assisten. Mij, Stref. Ik geef jou een transferhistorie van een speler die momenteel in de kern zit. Ja. En jij moet zeggen wie het is. Ja. Van 2011 tot 2015 SM Cayenne. Van 2015 tot 2016 Les Herbiers. En Merck Dudouis. Ik dacht dat het wat moeilijker ging zijn. Twee weken in bezig. Ja, maar ik dacht, ik ga niet de moeilijkste eruit pakken, maar dit was echt wel makkelijk. Oké, deze is wel... Die had ik zelf niet geweten. Dus de laatste... Je hebt nu 4 of 5. Ja. Je kunt voorbij samen gaan. Welke Beerschot-legende heeft de strafschop in 3 tijden uitgevonden? En het was een interland tegen IJsland in de jaren 50. Hey. En een strafschop in 3 tijden is de bal afspelen naar iemand die komt ingelopen, hem dan terugkrijgen en hem binnen tikken. Krijg je een tip, geen een hint? Beerschot-icoon. Ja, Lozano zal het niet geweest zijn. Dat is te vroeg. De jaren 50. Hij is onlangs, niet zo heel erg lang geleden, toen jij hier al speelde, gestorven. Ja, Rick Koppes dan. Ja. Die telt nog mee of niet? Ja, die telt nog mee. Ja, ik heb anderen ook een hintje. Alle anderen... Voor Emmerich Dudouis heb je zelfs niet heel het profiel moeten luisteren. Nee, je wist het al. Dus ja, die telt wel, denk ik dan. Ik vind de Beerschot-quiz wel plezant. Ja, als ik in de auto luister, dan probeer ik hem ook wel mee te doen. Ik ga hem al moeten stoppen, want... De vragen zijn gedaan, zeker. Ik zal een beker komen ophalen in mei dan. Hè. Je laat het maar weten. Ongelooflijk. Ik zou zeggen, de enigste die over jou kan, is de persoon die het op...
die het sneller oplost. Ja, maar als ik nu nog niet zat op snelheid was, dan had ik... Ja, nee, je hebt echt wel sneller... Allee, ik denk niet dat het sneller kan dan dit. Oké, in ieder geval, ik zal een trofee voorzien. Dan mocht je hem komen halen na het seizoen. Zo simpel is het. Hopelijk is dat binnen 8 wedstrijden. Ja, in ieder geval, als je de, of dat je de finale nu speelt of niet, je moet sowieso de playoff-wedstrijden spelen dit seizoen, hè. Ja, maar ja, als je de finale wedstrijden gewonnen hebt, dan telt het voor mij niet mee. Allee, okay, laat dan ons hopen is dat een na-competitie. Ja, laat ons hopen na inderdaad die wedstrijden dan. Dan gaan we naar een iets minder leuk onderwerp misschien voor jou, de blessure. Ik dacht dat je wel wist dat het ging komen. Ja. Ik weet dat het lastig is. Ik heb een interview gelezen met Christophe de Knodder in het laatste nieuws. Oh, het was geen interview, het was eigenlijk echt een artikel. En Christophe... die ik ook persoonlijk ken, en jij ook natuurlijk, de invalshoek was toen de laatste wedstrijd dat Tom Pietermaat gespeeld heeft, die op Leuven, was Erik Roef nog voorzitter, was Hernan Losada nog speler, was Colin Stanor zijn vervanger, die vind ik echt waanzinnig, want die was ik al vergeten gewoon, en had Beerschot nog geen promotiefinale gespeeld. Zo lang is het geleden dat jij nog eens mocht starten aan een match. Wat doet dat met jou? Ja, dat doen we heel veel natuurlijk, hè. Zeker... Ik zat zaterdag, of ik had het vrijdag te horen gekregen dat ik zou spelen. En ik zat zaterdag op de bus naar de wedstrijd. En ja, je zegt gewoon, ik ben in mijn kalender geweest op mijn gsm. En ik ben gewoon de dagen beginnen optellen om eens te zien van hoe lang ik zit. Ja, ik ook, 707. Ja. Stond op de website. Ja, en ik had op voorhand had ik het ook al uitgeteld van hoe lang was het nu effectief geleden. En Oké, dan besef je de moment dat je er staat, want iedereen was tegen bijna mij... 2 jaar. Hè? Ja, iedereen was wel bezig tegen mij van ja, en je moet niet zenuwachtig zijn. Maar ik zat in de kleedkamer heel ontspannen, omdat ik eindelijk wist van... Oké, hiervoor heb je al je opofferingen gewoon gedaan voor hier op deze moment terug te staan. Dus het heeft er lang naar uitgezien dat het nooit meer ging gebeuren, zal ik zeggen. Dus het feit van dat ik er gewoon al effectief kon staan, was voor mij al een overwinning op zich. En dan, ja, daar doe je het gewoon voor, hè, voor terug die momenten te beleven. Hè. Wat... Het gebeurt. Ik zeg op die moment, want ik zat, ik werkte toen nog voor de club, af en toe interviews. Ja. Ik zat toen hoog in de tribune bij Leuven. Ik zeg, ja, shit. Dat was de belangrijkste die we, dat is een van de belangrijkste spionnen die we toen hadden. Valt uit. Alex moet dan opschuiven. Ja. Heel het gedoe. Collins was niet goed genoeg, moet eerlijk zijn. Hoe moeilijk is het om... Op dat moment denk je, oké, die blessure, volgend seizoen sta ik je terug. Ja. Dat was toen heel het idee. Hoe moeilijk is het dan om die finale wedstrijden te zien? Te denken van, oké, we hebben dat niet gewonnen tegen Cercle Brugge. En dan, oké, gewoon volgend seizoen ben ik er terug bij. Heel moeilijk gewoon, hè, omdat je hebt... Voor mij was het niet zozeer dat seizoen op zich, maar ik ben er hier gekomen met het idee van, ik wil met deze club naar 1A. En dat was van in het begin gewoon een insteek. En voor mij draaide het niet alleen om dat seizoen, maar het was een werk van, voor mij dan het vierde jaar op rij. Na 4 jaar kun je eindelijk met deze club overgaan naar 1A. Dus voor mij was het veel groter dan enkel gewoon dat seizoen. En ja, ik weet nog goed dat ik op het moment dat ik met een enkel breek, dat ik er naar aan het kijken ben en dat ik hem volledig naar de buitenkant zie draaien. En ik probeer recht te staan en ik zak er direct door. En ik weet nog zo, Arjan swing... Allee, ik zag naar mijn voeten en ik wist al, ja, deze kan gewoon niet oké zijn. En Arjan kwam direct naar mij toe gelopen. Stop met die cinema, sta recht, je hebt niets. Dus ja, ik sta gewoon terug recht, omdat ik dacht van ja, het zou misschien dan toch wel zo zijn. En ik stap naar de zijlijn met een dokter. En op die moment besef je nog niet van oké, je gaat die finale wedstrijd niet spelen. Je hoopt van oké, misschien is het gewoon iets van een ligament dat is een verzwikkingskin of zo, De finale was 2 weken later en ik dacht oké, misschien last minute dat ik het toch nog kan halen. Heel of veel misschien tape, dat we er redelijk wat spuiten zouden inzetten, wat pillen, gewoon lam leggen en hopen dat het zo zou standhouden. Maar dan op die moment dat ik terug op de bank kwam zitten, dan... Want je bent uiteindelijk afgevoerd met een brancard, dat kan ik me nog herinneren. Ik ben eraf gestapt van het veld. Ik weet nog altijd niet hoe dat ik dat eigenlijk gedaan heb. Maar ik ging dan op de bank zitten en het werd gewoon zwart voor mijn ogen. Ik voelde dat ik aan het wegdraaien was en ik begon te roepen naar de dokter van... Ze moeten mij er weghalen, ik ben echt niet goed. Ja? Ja, dan ben ik afgevoerd en op het moment dat je wordt afgevoerd, ja, dan besef je van... Nu moet je echt heel veel geluk gaan hebben voordat het maar effectief iets klein is en zeker, ja... Je komt dan in het ziekenhuis en ik moest zelfs de foto nog niet hebben om te beseffen van dat het niet goed was. Ik had mijn gsm mee direct liggen opzoeken op het internet van... Ja, ze zeiden wat het was. Ja, en zelfs Tom Pietermaat nog hetzelfde. Ik was al gevriesbanden geraakt, hoe lang, aan het zoeken van wat als dat is. Maar oké, ik kwam dan in de kamer voor de foto te pakken en
de personen stonden achter de glazen wand die de foto moesten nemen. En ik zie hun naar elkaar kijken van, en zo gezicht trekken van oei. Dus ze kwam eruit en ik zeg van ja, en mag ik het weten? Nee, dat is aan de dokter om dat te zeggen. Ik zeg ja, maar ik heb jullie gezicht al gezien en ik weet al genoeg eigenlijk. Ze zeggen ja, het ja. is niet goed. En dan besef ik van ja, want, kut, voor de duidelijkheid, want ik weet niet exact wat het nu eigenlijk was. Wat was het eigenlijk? Ja, het was effectief gewoon een gecompliceerde enkelbreuk. Je kunt een mooie rechte breuk hebben, dat was ook het geval, maar het probleem bij mij was dat die breuk recht op het gewricht was terechtgekomen. En wat is later gebleken? Dat er nog een kraakbeenletsel onder, daaronder in het gewricht zat, waar dat ik eigenlijk in mijn revalidatie lang mee heb rondgelopen, waardoor dat ik eigenlijk niet doorgeraakte en dat ze pas effectief na jaren hebben kunnen behandelen, zal ik zeggen. Dus die combinatie van heeft er gewoon voor gezorgd dat ik 4 operaties heb nodig gehad om erdoor te komen. Straf, ik weet niet of er veel mensen daar nog van hadden teruggekomen, maar voor jou nooit getwijfeld? Jawel, toch wel. Ik ga daar niet om liegen, ja. Je twijfelt elke dag om dat gevoel van... Ik had dagen dat ik niet uit mijn bed geraakt, zelfs niet van de pijn. En ik dacht van, hoe kan dat nu? Ze hebben tegen mij 3 maanden gezegd. 3 maanden wordt 6 maanden, 6 maanden worden jaren. En op den duur zeggen ze op een jaar en een maand van... Ja, we gaan een 4e operatie doen, maar dat gaat echt de oplossing zijn. Je moet wel nog 6 maanden revalideren, maar dat komt goed. Dat ik dacht van, waarom moet ik jullie nu nog gaan geloven, terwijl jullie al een jaar zeggen tegen mij dat dat in orde komt. En tuurlijk twijfelt je daaraan. Langs de andere kant, ik was zaterdag na de wedstrijd, als we terug waren van Virtoon, ben ik nog langs mijn ouders gereden. En die zeiden van, ja, chapeau dat je er bent doorgeraakt. Ik zeg, ja, stoppen is nooit een optie geweest. Ik zeg, uw leven gaat wel verder, maar uw leven gaat niet verder op dezelfde manier. Dus waarom zou ik stoppen als ik weet van dat het toch niet allemaal hetzelfde meer is? Dus ja, het volhouden heeft dan toch uiteindelijk geloond, moet ik zeggen. Ja. Je staat dan tegen Virton in de basis. En soms denk ik dan, ik zou denk ik al bijna wenen. Op het moment dat ik zou moeten in de tunnel staan. Gewoon omdat je weet van, oké, gasten, we zijn er geraakt. Ja. Tijdens de wedstrijd voelde je daar nog iets van? Nee, je adrenaline niet. Of is dat gewoon je hebt gewoon pure, ja, gewoon pure adrenaline op die momenten. Van, je loopt hier tussen en... Ja, soms zit ik in mijn eigen dan zo eens wat te lachen van... Hij is hier nu weer tussenlopen. Je hebt zo lang binnengezeten, liggen vloeken en je staat er toch maar weer. En ja. Ik heb natuurlijk wel... Ik zag jou op een gegeven moment ook wel even genieten. Zo een en ander uit trappen. En dan zo zeggen, maar ik had toch bal? Ja. En dan een scheidsrechter die dingen en dan zo eens even genieten, ja, lachen. Zo. Je beseft dan... Dat zijn zo de momenten, ja, dat je al die kleine zaken die je gewoon gemist hebt. Hè. Bij hun stond dan Guillaume François op rechtsbak... Die dat ik eigenlijk geweten heb toen ik de laatste keer op het veld stond. En ja, ook naar hem gewoon eens wat lachend wat verwijten gooien. En zo, ja, het is gewoon... Voor mij is dat allemaal zo lang weg geweest en leek dat zo onbereikbaar nog, dat dat voor mij gewoon puur genieten is. Heerlijk om te horen in ieder geval. Hoeveel steun had je in die periode aan je ploegmaats? Want ik weet uit ervaring dat profvoetballers vaak afgezonderd geraken van de groep als ze revalideren. Ja, dat is een hele moeilijke. Omdat je komt aan op de club en... Iedereen zegt wel, ja, maar je bent nog belangrijk in de groep en dit en dat. Ja, dat kan allemaal goed zijn, maar 1, je voelt je niet goed in je vel. En 2, je ziet iedereen naar de training vertrekken, terwijl jij eens te meer moet gaan binnenblijven en gaan binnenrevalideren. En aan tafel zijn ze bezig over wat er op training is gebeurd, maar jij kunt daar niet over meespreken. En kan niet liegen dat ik heb op de anderhalf jaar heel veel aan bepaalde ploegmaats toch wel gehad, die mij echt wel... Heel veel. Ik ga een naam gooien, ik denk dat je weet wie er komt. Ja, van een ja, absoluut. Ik heb aan Jean, en dat weet hij ook. Ik heb aan Jean heel veel gehad. Ja, ik moet er nu ook niet te vriendelijk over doen, want uiteindelijk heeft hij er ook de vuile was liggen buiten gooien. Dus ik moet hem nu niet gaan ophemelen, ook niet. Maar nee, Jean heeft heel veel voor mij gedaan. Uiteindelijk ben ik verhuisd en ben ik gaan wonen op een 10-tal minuten van Jean. Dus, je bent in de buurt van Gent gaan wonen? Nee, toen dat hij in dat jaar nog, vorig seizoen dan nog, in Baal woonde, ging ik dan op de grens Keerbergen-Tremelo wonen, op 10 minuutjes van bij hem. En ook toen, dat was een periode dat ik eigenlijk niet meer op de voetbal kwam, omdat ik helemaal niet goed meer in mijn vel zat. En ja, hij sprong altijd wel binnen. Al was het omdat ik voor mijn vertrouwen hem eens wat kletsen op FIFA kon geven. De discussie is nog altijd niet uitgegaan. Ja, ondertussen nog gespeeld dat... tegen jou? Nee, ik heb ondertussen niet gespeeld, maar hij moet daar niet onnozel over doen. Ik weet dat hij dat toen in die podcast gezegd heeft, maar in de verste verte komt hij nog niet aan mijn enkels. En dat is echt niet hoog, mijn enkels. Hè. Dus in de verste verte komt hij daar gewoon nog niet aan. Dus
Ik weet niet waarom dat hem dat toen verkondigd heeft, maar oké, bij deze kunnen we dat ook afsluiten. Dat is gewoon dat is een andere categorie. Heeft hij dat gedaan om mij toen een beter gevoel te geven, omdat ik niet goed in mijn vel zat? Ja, chapeau, Jean, bedankt ervoor. Maar nee, Jean. Hij gaat het nu moeten bewijzen dat hij met welke. Het zal toch eens moeten... Ja, hij zei hem te lachen daarna tegen mij, toen de podcast al afstond. Ja, anders moeten we gewoon eens een mini-turnootje doen. Ik moet eigenlijk graag. Ook al super lang tegenin. Ja, voilà, dat was ook al... is ook al lang over. Dan kan dat ineens duidelijk gemaakt worden dat Jean er echt niet te veel van bakt. Dat kan ik je nu wel al zeggen. Ja, zelfs in FIFA 20 zei mij. Ja, dat zeg jij nu. Ja. Maar dan, ik ken die mensen die dan... Ik heb dat al zo lang niet meer gespeeld. En niet liegen, ik weet dat ze dat speelt. Dus dat moet niet zeggen dat hem dat niet heeft. Het zelfs in kastje toen. Voilà. Hoe speelt hem dat dan met zijn ogen of wat? Een ander leuk verhaal dat ik over jou gehoord heb, was... De gin tonic in de bus. Ja, daar heeft hem ook wel wat in overdreven. Nee, dat was... Ga je mij nu zeggen dat hij ook gin tonic gaat drinken? Ja, ik weet niet meer wie, maar het was totaal niet zo veel of totaal niet zo straf. Of... Ik weet dat we om te lachen bezig waren, we gaan naar Viertonen. En oké, de ervaren mannen waren er toen bij, gelijk een Bjorn Ruitings en Kenny Thompson en zo, zaten allemaal voor hun laatste uitwedstrijd ooit nog eens op de bus. En we waren bezig, Viertonen, dat is lang. En al lachend van, we kunnen iets drinken op de bus, plezant. Ja, kwam me eraan, hadden er effectief 2 of 3 wel iets bij, waarvan we toen wel wat gedronken hadden. En uiteindelijk die wedstrijd, verliezen we daar 2-0. Ik denk als dat onze enige... Ja, ik denk stil aan stond in die Ik denk het wel. En we hebben daar we hebben dat seizoen, denk op ons 18 of 19 uitmatchen, van de reguliere competitie, op ons 16 uitmatchen hebben we er 1 gelijk gespeeld op geel. Dus we hadden 46 op 48 gewonnen, uit. Dan kwamen de play-offs, hadden we gewonnen op Dessel, hadden we gewonnen op Heijs in de play-offs. Op Dessel, denk ik, dus uiteindelijk, Viertonen was de enige wedstrijd na afhaken van 87 spelers allemaal de Viertonitis gepakt die week. Heel toevallig. Allemaal aangestoken. Het was 30 graden buiten, maar iedereen had ineens een verkoudheid. Dus op die moment besef je wel van dag en bedankt. Je hebt toen al 90 minuten gespeeld, niet? Ik heb 90 minuten... Nee, want daar hangt ook nog iets goed aan vast. Ik heb toen, 60 of 70 minuten gespeeld, denk ik. En toen kwam mijn vervanging. En wat gebeurde er bij die vervanging? Er was niemand om het bordje omhoog te steken met mijn vervanging. Dus wat is er gebeurd? Arjan Swinkels heeft toen het bordje gepakt. Ik heb die foto nog altijd op mijn gsm staan. Die mag heeft je doorgeven? Die ga ik zeker doorsturen. Die moet echt eens gepost worden. Die stak het bordje omhoog met mijn nummer. En ik blijf die foto geweldig vinden. Waarom? Omdat je ziet iedereen op de bank van Viertonen erachter zitten. Is aan het kijken naar wat doet hij in godsnaam. En er zit 1 vrouw op de bank bij Viertonen. En ik denk dat ze er nu nog altijd was. Daarom dat ik moest lachen als ik ze zag. Maar ze wist niet waarom. En die vrouw zit op die bank plat van het lachen. Omdat die dat ziet gebeuren. Ja. En die foto blijft gewoon geweldig. Ik moet altijd denken als ik zo'n dingen zie. De mensen die plat liggen op een bank. Ik moet altijd denken aan dat 1 filmpje. In Engeland, die ene die zo van iemand die over de boarding gaat. En dan zo'n supporter van zo'n stoel van het lachen. Als ik die foto terugzie, ik denk... Zelfs zaterdag heb ik hem nog doorgestuurd naar Arjan, want we zitten nog in een WhatsApp-groepje met Arjan en Simon Vermeijren van in eerste amateur. De man die het waanzinnige doelpunt op Heist scoorde. In eerste amateur was dat toen. En Arjan stuurde succes voor de wedstrijd vanavond. Hij wist niet dat ik ging starten, maar hij stuurde gewoon succes. En ik zeg naar het verre Virton. Dat doet me maar aan 1 ding denken. Ja. En die foto erin gooit, die blijft gewoon geweldig, die foto. We gaan overschakelen naar een vast rubriekje, Manneke van de Week. Ik kies er altijd een en de gast mag er ook een kiezen. We gaan beginnen met die van jou. Ja, ik heb er nogthans over nagedacht, maar ik weet niet meer op wie dat ik ben uitgekomen. Ja, ik weet als Sam Sam Tarik gekozen heeft. Ik kan mijn eigen uiteraard niet selecteren als persoon om te bespreken. Maar dan zal het toch voor Free France zijn dat ik ga... Denk ik. Dat is echt wel een leider, hè? Ja, die is bijgekomen. En hij heeft niet veel tijd nodig gehad om zijn eigen in te passen, ook niet. Wat dat toch wel heel belangrijk is in deze competitie, want we wisten na de winterstop dat er maar 8 wedstrijden meer waren, 8 of 9. En dat de personen die je ging halen, dat die direct moesten klaar zijn om er te staan. En
Dat viel met deze wedstrijd. Als je er langs staat, valt dat minder hard op dan dat je erin staat. Maar deze wedstrijd viel me dat echt wel op, omdat ik dan speelde van dat er echt iemand staat die, ja, die de groep gewoon stuurt. Hè, die veel praat, die ervaring heeft, die het centrum goed gesloten houdt en zo. Dus ja, voor mij krijgt hij toch wel... Ja, ik kan jou kiezen, maar dat is, ja, er is niet echt een discussie over, denk ik. Als je nu niet manager van de week bent, dan ga je het nooit zijn, denk ik. Nee, dan stopt het. Oké, voilà. Heel erg simpel. Beerschot-Virton, we gaan het er nog heel even over hebben. Of Virton-Beerschot, moet ik eigenlijk zeggen. Valt weinig over te zeggen. Buiten dan dat Virton in mijn ogen de 3 punten misschien wel verdiende. Maar de manier waarop is gewoon helemaal dat kut. Dat is wat ik achteraf in de pers ook gezegd heb. Ik weet dat interviews geven vlak achter de wedstrijd misschien... Op een of andere manier komen ze altijd... Ik weet het nog, toen ik hier interviewde, ik kwam altijd bij jou uit als we verloren. Elke keer. Ja, dat is plezant om te horen. Maar ik weet niet waarom. Is dat dan omdat je weet van dat er iets... Nee, ja, misschien omdat iets vurigs gaat uitkomen? Of... Nee, misschien omdat je een van de spelers wacht waar ik het gevoel van heb. Je kan dat wel hebben als ik dat doe. Ik kon dat wel hebben. Ik weet ook dat de pers ook gewoon zijn werk doet. Oké, soms proberen ze er wel iets uit te sleuren, maar dan is het aan ons om daar niet op in te gaan. Ik heb na de wedstrijd ook gezegd, ik vond dat het eerste in de helft goed zat. Dat we er af en toe wel eens uitkwamen, dat het heel gesloten zat. Dan die kans waar dat Loris net naast een bal trapt. Prijs op de voorzet van Reda, een schot van Tarek die dichterbij kon gaan. Dus we hebben wel wat momenten gehad. Terwijl ik bij Virton vooral de indruk had dat ze na die eerste helft heel gefrustreerd waren van dat ze er precies moeilijk door raakten. Dat ze wel door hadden van het zit echt vrij gesloten. Ze houden het goed compact. En ja, dan tweede helft merk je gewoon als we hier en daar het fysiek niet... Allee, ik kan niet zeggen fysiek, maar als we het dat we het gewoon niet meer in verdedigend opzicht de taken doen die we moeten doen. Ja, dat we op bepaalde posities dan weer in de knoei komen. En zij kwamen dan naar binnen van op de flank en ze creëren een overtal daar. En wij kwamen dan meestal tegen 4 of tegen 5 te staan. En ze spelen dat echt heel goed uit. En op die moment zie je gewoon dat een goede voetballende ploeg is. Ze mogen zeggen wat ze willen, maar dat is gewoon... Nee, dat is een van de betere ploegen in de NBA, heb ik het gevoel. Alleen inderdaad, ja, de manier waarop is gewoon heel frustrerend. Hè? Op die moment denk je ook van... Ja, je bent met verstomming geslagen. Je denkt van, shit, hoe kan dat hier nu in godsnaam? We gaan staan te slapen. Op die fase even, denk je eerst. En ja, dan... maar het is niet, hè. Want we gaan even de uitleg erbij halen. Het probleem is niet de snel genomen vrije trap, want die is correct. Het probleem is dat de scheidsrechter met de vanishing spray nog een muur aan het zetten is. Dat waren wij erachter ook aan het denken. Dat ook. En in het slechtste geval staat hij gewoon in de weg van Tarek, denk ik, om terug te lopen. Want hij is ook die spray aan het trekken. En ja, ik had dan inderdaad na de wedstrijd, heb ik in mijn interview ook gezegd van, ik ga niet zeggen van dat moest afgekeurd worden of niet, want ik ken de regels niet. En als ik de regels niet ken, zou het dom zijn om te zeggen van, maar nu dat ik achteraf ook in de kranten heb gelezen, dat zo Domieni als pots gezegd heeft van dat hij gewoon niet mag doorgaan, dan denk ik van oké, dan is dat gewoon... Dat is daar gewoon heb je spijtig genoeg niks aan, want ik denk niet dat je de 1 of 3 punten nog gaat krijgen op basis van... Nee, absoluut niet. Al denk ik wel, kun je er dan niet meer aan doen, maar ja, dat zal dan niet... Ja, dan beginnen ze ook... Nee, dan beginnen we weer. Voilà. Was het een strafschop of niet? Ja, inderdaad. Vorig jaar finale wedstrijd Mechelen, die strafschop op Hoffer, is er volgens mij ook geen... Alleen ben ik wel helemaal akkoord met het feit van dat er meer... VAR had daar wel in kunnen helpen, want die had dat kunnen... Laat ons eerlijk zijn, voor de 8 wedstrijden in 1A, waarvan sommige niet eens zo belangrijk zijn, zo belangrijk zijn als bepaalde wedstrijden in 1B, kunnen ze dat dan wel hebben. En voor de 4 wedstrijden per weekend in 1B kan dat dan niet, maar ze tellen 1B ook mee onder het betaald voetbal, onder het professioneel voetbal. Ja, dan moet je ook gewoon maken dat die begeleiding... En, dat wordt wel stiefmoedelijk behandeld als het over scheidsrechters gaat. Hè? En ik was echt verbaasd naar wat dat er gebeurde ook. Want op die moment dat de vrije trap gegeven wordt, kijk ik naar hem en... Hij heeft het zelf niet door. Hij is helemaal met verstomming geslagen. Hij weet niet van, moet ik hier fluiten of moet ik hier niet fluiten? Dan loopt hij steekt zijn fluit in zijn mond. En absoluut, denkt hem, ik dacht, hij gaat fluiten. Het niet hij doet dat niet. Ik dacht het ook. En dan loopt hij naar de middenlijn. En zelfs op die moment denk ik van, hij gaat die goal afkeuren. Want hij is aan het kijken naar zijn vierde official. Van, ja, moet ik hier Wat was ook de grensrechter? Wou ook iets zeggen, maar dan is hij niet wel naar geluisterd. Blijkbaar wel. En oké, uiteindelijk wordt hij dan goedgekeurd. Nu, we kunnen er zoveel over blijven zagen en klagen als we willen. Feit is dat we... Oké, we hadden daar misschien met een punt weggegaan, maar ik vond dat we op bepaalde momenten beter voor de dag konden komen, is 1. En 2, we moeten gewoon weer de knop omdraaien en heel clichématig naar de volgende wedstrijd weer toewerken. Hè. Inderdaad. Oké, we gaan hier afsluiten, Tom. We gaan afsluiten met een beerschotmoment. En ik heb een heel leuke voorzien voor jou. Het is Frank, Hij had in de groep met mijn vader had hij iets gepost.
En ik denk niet dat hij wou dat ik het al las, want hij heeft het bericht verwijderd. Maar wat hij niet weet, is dat ik het... Gescreenshot heb. Nee, dat niet, maar ik heb het heel snel zo eens overlezen. Ja, ja. En toen ik na het eten kwam en ik zag dat het verwijderd was, dan viel mijn Frank zijn Beerschot moment zal straks wel komen. Ja, ja, ja. Hij gaat het, ik kan het nu nog niet laten luisteren, want hij heeft dat nog niet doorgestuurd. Ja. Maar het gaat in de uitzending in ieder geval wel zitten. Ik moet er nog één ding bij zeggen van Frank, en dat hij mij uitdrukkelijk gevraagd. Zeg tegen Tom dat hij aanwezig moet zijn op het eten. wacht hè. Moet ik het hier even zoeken. Zaterdag namiddag thuis zijn voor het bezoek van zijn broer, zei hij. Ja, was ik al vergeten, maar bedankt, bedankt om mij eraan te doen herinneren in ieder geval. Ja, het is vrijdagmatch, dus normaal gezien het is vrijdagmatch en Celtic speelt op zondag, dus ik zal zaterdag wel thuis zijn. Oké, voilà. Dan gaan we gewoon genieten van het Beerschotmoment. Kan ik alleen maar jou heel erg hard bedanken voor deze leuk gesprek. Merci Tom. Mijn favoriete Beerschotmoment is onlosmakelijk verbonden met mijn broer Tom Pietermaat. Het was 7 september 2019. Wij zaten met de familie in het Kuipje in Westerlo, waar Tom nota bene als klein manneke begonnen was. We zijn naar daar gegaan omdat hij voor het eerst in heel lange tijd de selectie had gehaald na het ellenlange gesukkel met zijn enkel en we hadden eigenlijk helemaal niet verwacht dat hij zou spelen. Dus toen hij dan een dikke 10 minuten voor tijd inviel, ja, dat was prachtig. Zijn wilskracht, zijn doorzettingsvermogen na alles waar dat hij is doorgegaan, is echt in geen woorden te beschrijven. Maar ik kies het ook uit respect voor het publiek van Beerschot, die al minutenlang zijn naam aan het scanderen waren, maar die vooral vanaf dag 1 Tom echt als iemand van hun gezien hebben, als een echte rat en de moed eigenlijk nooit in hem opgegeven hebben. En die band tussen Tom en de supporters van Beerschot, ja, voor mij is dat Beerschot, dat omschrijft het gewoon. En natuurlijk zijn ze ook verantwoordelijk voor het liedje dat ik nu al jaren niet meer uit mijn kop krijg. En dan tussendoor, Kavens, dat moet hem dan worden. Daar is Terkele en daar is de voorsprong.